De gezondheidszorg moet veranderen. De kwaliteit moet omhoog en de kosten omlaag. Dat gebeurt alleen als inwoners, professionals en organisaties beter met elkaar samenwerken. Daarvoor moeten zij veranderen in hun doen en denken. Deze veranderingen worden in diverse regio's gestimuleerd via gezondheidsprogramma's. Robuust begeleidt deze programma's. Een van de resultaten hiervan is het Huis van de Wijk van Proeftuin Ruwaard. Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en de woningcorporatie. Samen werken ze aan betere zorg in de wijk voor wijkbewoners, om die ook gezonder te laten worden. Ook met de bedoeling om lagere kosten te realiseren, zodat ook in de toekomst iedereen die zorg nodig heeft, die zorg kan krijgen. Voor mij is met ons Huis van de Wijk is bij elkaar gekomen wat ik al een paar jaar heb geroepen. Geef mij maar een ruimte en koffie, de rest doen we zelf. Als mensen maar de tijd krijgen om hun eigen ding te ontwikkelen, dan zie je dat er zoveel mogelijk is. Dat kan van alles zijn. Mensen die een creatieve ochtend willen beginnen. Er zijn mensen die in de tuin aan de gang willen. En zo kunnen mensen hun eigen ideeën hier opstarten. Nou, ik ben hier dus de koffiejuf, zo noem ik me dus. Ik doe koffie inschenken voor mensen. En thee inschenken of wat voor anja. Ik vind dat een leuke bezigheid. Ik heb wat te doen. Normaal lag ik alleen maar laat op bed en laat opstaan, veel drinken. En nu ben ik van alles af. Ik kom er graag. Het voelt een beetje als een tweede thuis. Ik hoop dat het heel lang blijft bestaan. Een ander programma dat robuust begeleidt is Mijn Zorg. Vanuit dit programma is het Pluspunt Medisch Centrum ontstaan. Hier werken huisartsen en medisch specialisten uit het ziekenhuis intensief samen, zodat patiënten met klachten snel en doelgericht worden geholpen. Nathalie van Breugel legt uit waarom dit belangrijk is. In de regio Oostelijk Zuid-Limburg hebben we te kampen met een vergrijzing. Daarnaast is het ook een krimpregio en van oudsher is er een ongezonde levensstijl. En dat alles zorgt ervoor dat we hier te maken hebben met sterk stijgende zorgkosten. We hebben met een aantal partijen hier in de regio bedacht om de zorg slimmer en anders te gaan organiseren. Dat doen we samen als huisartsenorganisatie met zorgverzekeraar CZ, Huis van de Zorg en Zuiderland Ziekenhuis. En daarbij hebben we een anderhalve lijncentrum opgericht. Dat betekent dat de medisch specialist onder supervisie van de huisarts patiënten ziet en behandelt, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft van de patiënt. Het grote voordeel daarvan is dat er voor de patiënt geen eigen risico geldt voor het grootste gedeelte van de zorg wat hier wordt geboden. Maar ook dat de zorg heel dichtbij en laagdrempelig is georganiseerd in de wijk. Ik kreeg pijn op de borst. Ik was ontzettend moe in één keer. Ik kreeg het Spaans benauwd. Ik heb een afspraak direct met mijn huisarts gemaakt. Gezien de klachten, de gerichte klachten, ook een familiaire medische dossiers, dat komt vaak voor in mijn familie, heeft hij gezegd van we sturen je op test. Heel ontspannend is het gegaan en direct aansluitend een gesprek met de cardiologen. En 's middags had mijn huisarts al het resultaat. Het ging vlot en ik heb dat als zeer prettig ervaren. Een hechtere en slimmere samenwerking tussen de juiste mensen en partijen maakt gezondheidszorg beter en goedkoper.